Dordrecht weet dus niet te winnen, haakt af in de strijd om de derde periodetitel. Dat betekent dat er nog 3 kanshebbers over zijn. De Graafschap, VVV en dat is toch wel opmerkelijk, Cambuur Leeuwarden. Die ploeg speelt vanavond thuis tegen Stormvogel Telstar. En voor Cambuur geldt hetzelfde als voor Dordrecht. Er moet gewonnen worden. En dan moet je ook nog eens een keer hopen op een uitglijder van de Graafschap op de Vijverberg. Cambuur heeft wel een probleem vanavond, een extra probleem. Tegenstander Stormvogels kent eigenlijk alle geheimen van de Friese. Want Stormvogelspits Jan Bruin is namelijk ook nog eens een keer jeugdtrainer bij Cambuur. Maar welk team is er nou belangrijker? Nou, ik moet zeggen dat ik heel veel plezier heb in het trainen van Cambuur C1. En we staan ook bovenaan, dus dat geeft ook heel veel voldoening. Maar natuurlijk, zelf voetballen is en blijft het gewoon het allermooiste. Ja, en ook Jan Bruin kan, net als Henk Vos, misschien stiekem nog wel een behoorlijk tijdje mee. Laten we maar eens gaan kijken naar de opstellingen. Bij Cambuur is Van Rooyen er niet bij. Hij is geschorst en zijn plaats in de defensie wordt ingenomen door Stam. Trainer Roy Wesseling stelt verder hetzelfde elftal op als vorige week, toen er uit bij Eindhoven werd gewonnen. Stormvogel Telstar doet het met dezelfde naam als vorige week. En Luc Nijholt heeft dan ook weinig reden om te wisselen, want zijn ploeg won toen met 5-3 van Volendam. Aanvoerder Mischa Salde is er nog steeds niet bij vanwege een blessure aan zijn pink. En dat is lastig met voetbal. U hoort Robert Reimering. Cambuur ontvangt Stormvogel Telstar met knikkende knieën in de wetenschap dat de laatste Friese zege op de bezoekers dateert uit 2001. Dit is Hogeveen met de eerste doelpoging. Schot niet al te veel problemen voor Van Strien levert dat op. Kwartier gevoetbald. Wedstrijd is in evenwicht. Het zoeken naar de voorzet, die komt er uiteindelijk. Maar Van der Wijk kan hem niet aannemen. De druk van Cambuur levert wel een inworp op. Kort genomen. Van der Wijk. Die legt hem prima af. Mulders, het is 1-0. Uit de eerste de beste echte kans die Cambuur krijgt is het direct raak. Het is tekenend voor een ploeg in vorm. En het is niet verrassend dat Mulders hem maakt. Want hij speelt tot nog toe alle wedstrijden voor Cambuur in dit seizoen. Het is de man in vorm. Voorzet richting Bruin. En dan krijgt Stormvogel Telstar een hoekschop te nemen. En daar hebben de spelers van Cambuur wel twijfels over of het wel een hoekschop was. Indraaiend. Holwijn. Schot gekraakt. Nog eens Holwijn. En het is gelijk. In een eerste helft waarin beide ploegen geen kansen kregen, vallen wel 2 doelpunten. Het is een mooie van Holwijn. Natuurlijk is hij weer de doelpuntenmaker. De tweede helft begint met een wissel aan beide kanten. Bij Cambuur heeft Barakat Rosenberg vervangen. En Faviani is gekomen voor Stormvogel Telstar. En dit is een schot van Van der Wij, beland op het dak van het doel. De tweede helft is leuk. Een overtreding. Stam heeft daar zijn twijfels over. De Vries zet de muur neer. Kort genomen. Holwijn. Oh, wat een mooie. Hij maakte die vorige week zijn 50ste in het betaalde voetbal. Nu staat hij al op 52 en 10 in dit seizoen. En het is dus niet verwonderlijk dat hij in de belangstelling staat van onder meer Roda JC. Stormvogel Telstar lijkt nu door te willen drukken. Cambuur heeft het even moeilijk. Bosman gaat neer in een duel met Nijssen. Maar die maakt zich daar wel kwaad over. Vond dat het geen overtreding was. Roy Wesseling. Hij ziet dat zijn Cambuur het moeilijk heeft. Bruin, het is 3-1. Kennelijk is hij extra gemotiveerd als hij speelt tegen een oud werkgever. Want in de afgelopen 2 weken was hij ook al doeltreffend tegen Zwolle en Volendam. En dat waren ook 2 clubs waar hij ooit onder contract stond, net als Cambuur. En dus opnieuw weet hij te scoren. De routinier. Roy Wesseling van Cambuur, de trainer, gaat alles of niet spelen. Heeft Akswijk een aanvaller gebracht voor Stam. Maar Mulders levert in. Bosman. Oh, dat is ook een hele mooie. En wat maakt Stormvogel Telstar vanavond een fantastische doelpunten. 4-1, de wedstrijd is gespeeld.
Zo was Cambuur de laatste weken beter op dreef. Had het zelfs nog zicht op een periodetitel. Maar als Ketting hier de paal raakt, weet het echt dat het hier dik klop gaat krijgen van Stormvogels Telstar. Opnieuw verliezen de Vriezen dus in eigen huis van Stormvogels Telstar. Met duidelijke cijfers dit keer 1-4 maar liefst. En dus reden voor een feestje voor de bezoekers. Je scoort 2 weken terug tegen Zwolle. Je scoort vorige week tegen Volendam. En je scoort vandaag tegen Cambuur. Toevallig 3 clubs van jou? 3 clubs, oude clubs op rij. Ik denk dat we als team gewoon weer heel goed gespeeld hebben. En verdiend gewonnen hebben. Ja, en dat je weer je hoedje meepikt, dat is mooi voor een spits. Maar gewoon het elftal draait gewoon heel goed. En dat is leuk voetbal. Zo.